40 jaar heeft het geduurd voordat deze weg, nou, wens van het dorp, 40 jaar geduurd dat die weg is gerealiseerd na 40 jaar. Ja. Dus dat, die Veuringsweg die loopt nog helemaal zo. En wat hoopt jullie hier dat het dorp hiervan vindt en wat jullie ermee bereikt? De drukte. Hè? Drukte in het dorp wordt weggenomen natuurlijk. Hè? Want het meeste verkeer gaat nou daar hier door in plaats van door het dorp heen. Want daar die kruising in Hollandsveld natuurlijk mega druk. En je hebt daar een bedrijventerrein liggen achter. Waar wij hopen dat het bedrijvigheid aantrekt natuurlijk. Ik dacht dat we Microsoft en Apple uitnodigen. En we dat bedrijf er niet te zijn. Ja, wie weet. Hè? Wie weet. Ik bedoel, er ligt nog wel een mooi lapje grond. Ja, 36 hectare. Ja. En dan hebben ze er tenminste wat aan. Ja. Maar wie verricht nou de opening? Want ik zie nergens geen lint of zo. De opening wordt een bord onthuld. De naam van de straat wordt onthuld vandaag. En die staat aan die kant. Dat moet dus daar gebeurt dadelijk. En de opening doet Erwin Slomp. Dat is de wethouder, hè? Henk Brink komt nog van de provincie. Oh, die moet nog komen. Komt nog. En een woordje van plaatselijk belang. En degene die de naam heeft bedacht van het bord, die komt hier ook iets vertellen over hoe hij bij die naam komt. IBNB ook. Dat kan ik zien, want die heeft de bril niet op. Als hij de bril op hebt, dan kan ik het veel moeilijker herkennen. Is dat zo? B. ook. Je weet, je zit heel lang al in de politiek. Ja, 11 een paar jaar. Hoeveel jaar ongeveer? In totaal vanaf bestuur, dat ik in bestuur kom met een van gemeentebelang, dat was al in 1980. 1980, dus dat is nu 39 jaar. Klopt. Ze bent 40 jaar met deze weg bezig. Je weet er alles van. Ik kan me de discussies nog leemte herinneren. Mijn vader zat ook in de gemeente Belang. En samen met Albert Soestaand kan me de discussies nog herinneren dat de eerste aanzet maakt waar de Rollense Veld, waar we die rondweg hier die kregen. Waarom duurt het nou zo lang? Want ik bedoel, de mensen van Rollense Veld hebben hier zo lang op gewacht. Dat ze nou eigenlijk zeiden van nou, ik weet niet als dat nog wel zo verstandig is. Het is een kwestie geweest door de jaren in van de verschillende gezinnende partijen van prioriteiten stellen. Heel veel prioriteiten lagen in de jaren 70 en 80 op de groeikern Hogevenen. En wat minder op de dorp en de buitengebieden. En de afgelopen jaren, naarmate gemeentebelang Hogevenen groter en sterker geworden is, ook meer in de melk te brokkelen kregen. En uiteindelijk hebben we voor een jaar of vier terug gezegd van en nu moet het nog echt een keer gebeuren, die rondweg moet komen. Iemand een grote daadverrichting vandaag. Ja, de grote daad is al verricht, want die ligt hier. Ik mag dadelijk wat zeggen over deze weg, wie eigenlijk al vanaf van mei 11 december 1972 voor het eerst op de agenda's stond van Hollandse Veld en Hoven. Toen waren die nog een kwart jongen? Toen was ik ben van 61 jaar of 11. Ja, dat bedoel ik. Toen waren die nog een kwart jongen? Nou, een kwart jongen weet ik niet, maar ik was dan wel jong. Die waren er niet bewust mee bezig? Nee. Eerlijk gezegd heb ik nog nooit van Hollandse Veld gehoord. Dat is helemaal aardig. Maar ik kom er de beetje, hè? Nee, uit de Achterhoek. Het mooie Achterhoek. Achterhoek? Ja. Ik dacht uit Beerduwen valt uit. Nee, Achterhoek. Maar, als je nou kijkt naar deze weg, ben je er trots op? Ik ben heel erg trots op deze weg. En dat is niet, ik zeg elke weg kan een weg zijn. Hè? Ja. Maar deze weg, die, als je ziet hoe die tot stand is gekomen, hoe vaak die er zou hebben worden neergelegd. En hoe vaak dat ook weer eens niet door is gegaan. En nu uiteindelijk hier ligt. Wat voor de bevolking van Hollandse Veld heel veel overlast vermindert. Verkeersveiligheid, hè, met name op het Hollandse Veld opgaan en dat stukje Riesel en Diek beter wordt. Nou ja, het hele woongenoot en leefgenoot wordt daar beter. En het doorgaande transitieverkeer vanuit zeg maar, Slagharen en die kant Harenberg kan hier gewoon om Hollandse Veld heen. En hebben jullie als gemeentebelang, ja, je kijkt een beetje in de zonnen, hè? Als gemeentebelang, niet als gemeentebelang, maar als wetholder, hoop je dan ook dat hij nou het Riegmeer volledig kunt benutten? Ja, tuurlijk. We hopen dat Riegmeer volkomt met bedrijven en daardoor weer werk. Hè, en duurzame bedrijven, werk. Daar zijn de gemeente en het college is ook heel erg druk mee bezig, hè, om dat voor elkaar te krijgen. Hè, want werk heeft veel meer dan alleen een arbeidsplaats. Mensen gaan in de buurt wonen, mensen gaan in de buurt hun geld uitgeven. Dus de hele economie, de hele welvaart heeft daarmee te maken.
Nou ja, daar zijn we druk bezig. We hebben hier 40 hectare aan grond. En geloof ik, net van de andere werd al wat werk ondervalt. Dat daarnaast ook nog eventueel 40 hectare zit. Dus we nodigen de bedrijven uit. Je zit hier dicht bij, bij het Klaverblad. Hè? Het is 4, 5 kilometer van Klaverblad Hogeveen. Dat betekent, heel veel mensen realiseren zich dat niet, dat binnen 4,5 uur hè, ben je dadelijk in de boot naar Travemünde. Dus de verbinding naar Oost-Europa begint in Hogeveen. En dat is iets belangrijks. Nou, dat is wel waar wat hij zegt. Want die zit hier echt inderdaad bij de belangrijke knooppunten. Zit hij lekker dichterbij. Dichter bij de grens Duitsland. Mooi naar het centrum toe. A32 naar het noorden toe. Eigenlijk wat dat betreft. Ja, dan heb je het wel goed voor elkaar. Ja, ja, heel veel mensen kennen dat niet, maar de E32, dat is de aansluiting van de A37. Dat is nu nog een tweebaansweg, maar de Duitse deelstaten hebben daar geld voor neergelegd. Dat wordt vanaf volgend jaar wordt dat een vierbaansweg. Dat betekent dat je vanaf Hogeveen door kunt rijden naar Berlijn, Hamburg, maar ook naar het noorden toe en naar Scandinavië toe. Dus heel veel vrachtverkeer zal dat toenemen. Sterker nog, er zijn nu al berekeningen dat als die weg doorkomt, dat er 3500 voertuigen per dag meer over de A28, A37 komen. Wethouder Slomp, hier zit je nou nog 2 jaar in ieder geval op die zetel. Wat hoop je aan het einde van die 2 jaar te kunnen zeggen wat je bereikt hebt? Als wethouder? Nou, ik hoop dat ik nog 3 jaar zit, want de periode duurt nog 3 jaar. Als dat nog 2 jaar is, dan ben ik voortijdig weg. Al gokken weer hard. Ja, je gaat al weer hard. Ik heb zelf soms het gevoel dat ik al 10 jaar hier zit, hoor. Maar ik zit hier nog geen jaar. Oh, ik dacht al 2 jaar, maar soms dan heb ik dat gevoel. Ja, nou, ik heb dat gevoel nog veel sterker, maar het is echt, de werkelijkheid is dat ik 11 maanden nou hier zit. Wat ik heb bereikt, ja, nou, wat ik wil bereiken is voor de Hogeveen. Ik ben wethouder van Hogeveen, hè, dus voor alle inwoners van Hogeveen. Ja. Nou ja, wat heb ik bereikt? Ik hoop aan sporten heel veel dingen te doen. Ik hoop het sociaal domein zo in te richten dat het ook binnen de gemeente Hogeveen behapbaar is. Nou ja, wij krijgen een moeilijke tijd, hè, dat gewoon met geld te maken, het sociaal domein, dat met Den Haag te maken. Ik hoop Den Haag zich realiseert dat er geld bij moet naar de gemeentes. Nou ja, en als ik over 4 jaar hier ben, dan hoop ik dat Hogeveen financieel goed voor staat, de inkomsten en uitgaven in balans zijn en dat we de gemeente nou, stapjes hebben gemaakt op allerlei fronten. Het is al zo lang geleden. Verdorie. 40 jaar of niet? Ja. He? Je weet er alles van, hè? Nou, wel ongeveer, ja. Ah, in principe heeft dat veel te lang geduurd, maar ja, er wordt keuzes gemaakt en dan weer we dat giet. Meneer Brink, met Koopman apart, goeiedag. Ben je nou heel blij met het weg? Ja, ik denk dat dit fantastisch is voor het gebied, maar met name voor Hollandse Veld. Dat is een stok, hè? Maar heeft dat jullie ook een rip uit het leven kost? Wij hebben er als provincie een bijdrage in gedaan, maar infrastructuur is altijd duur. Maar veiligheid staat ook altijd voorop. Wij hebben toevallig vandaag ben ook de cijfers van de ongevallen weer bekend worden. Ja, en dan is het ook allemaal weer relatief, denk ik. Ben je schrik? We hadden hoop dat ieder slachtoffer is te veel, dus je wilt eigenlijk iedere keer minder. En we hebben weer wat meer als vorig jaar. De dalende trend over de langere termijn zit er wel in met de slachtoffers. Maar ja, ten opzichte van vorig jaar weer wat een stijging en dat is altijd zorgelijk. Ja. Heb je ook een idee wat dat dan kan liggen? Want dat kan, nou, het lijkt me heel sterk dat het aan de verkeersveiligheid ligt van de infrastructuur. Heb je een idee wat het dan kan liggen? Er zitten een paar factoren in volgens mij. Je ziet bij de fietsers, ook door de e-bike, dat ouderen veel langer. En dat is prachtig, hè? Dat je meer beweegt, dat je nog naar buiten kunt. Maar tegelijkertijd zie je in de fietsers boven de 70 jaar dat er extra ongevallen bent. Jongeren in auto's. Afleiding. En daarnaast denk ik dat je ook in Drenthe ziet, en dat is ook wel een landelijke trend. De minister heeft er ook al geld voor uitgetrokken, dat de bermen van de provinciale en de gemeentelijke wegen, die moeten eigenlijk, dat noemen wij in verkeerstermen, vergevingsgezind. Dus als je er even nakomt, dan kan zo'n berm je dat vergeven. Maar goed, wij weten allemaal, Drenthe staat toch wel redelijk een aantal bomen aan de weg. Soms ook heel dicht aan de weg. Dus die vergevingsgezinde bermen hebben wij niet overal. Dus het is een combinatie van factoren. En natuurlijk afleiding in het verkeer blijft een punt. Want daar zijn ook campagnes voor, maar dat zijn denk ik de factoren die een rol spelen. Want deze weg, deze nieuwe weg heeft toch een hele historie. Bewoners van Hollandse Veld, en die staan ook wel wat achter mij, hè, daar is het ook voor. Het is eindelijk is het zover. Hè. De rondweg, zoals die in de volksmond heet, die is er. Daar hebben jullie lang op moeten wachten. Bijna 40 jaar, of eigenlijk 46 jaar als je echt ervan uitgaat. De inwoners van het dorp Hollandse Veld die vragen al 40 jaar om de verkeersveiligheid te vergroten en de geluidsoverlast, met name op een stukje Rieshoofdendijk en de Hollandse Veldse opgaande, te beperken.
Want al het doorgaande verkeer, en dat is echt heel veel, gaat daar doorheen. En dat het veel is, dat weet onze staat ook, hè, want op het stukje Rieshoogdendijk, daar staat een flitspaal en dat is de beste van Nederland. Al die jaren hebben we gewacht, maar in al die jaren was er wel een reden dat het uiteindelijk niet doorging, hè, de weg om Hollandseveld heen. De bevolking van Hollandseveld heeft lang genoeg gewacht. Nou, de gemeenteraad zet het door. Want verkeersveiligheid en bereikbaarheid, daar maakten we ons hard voor. Uiteindelijk hebben we elkaar gevonden. Inwoners van Hollandseveld, plaatselijk belang Hollandseveld, de gemeente en niet te vergeten de provincie. Alle zagen we het belang in om de weg door te trekken. En met het geld van de gemeente Hogeveen en de substantiële subsidie van de provincie Drenthe, dank daarvoor, is de rondweg gerealiseerd. Als plaatselijk belang, wethouder Sloom, bedankt voor de woorden, mooie woorden, want eigenlijk is alles al gezegd natuurlijk. Plaatselijk belang ons wel kijkt vooruit, wou ik zeggen. Nu de rondweg er ligt, de veiligheid, alles wat er nu bij staat, wij zijn er heel erg gelukkig mee. Zoals de bewoners allemaal hebben gezien en natuurlijk de prachtige weg. De naam zal straks onthuld worden. Namens plaatselijk belang een dankwoord aan de provincie voor de steun en natuurlijk de gemeente. En alle mensen die eromheen meegeholpen hebben, de arbeiders natuurlijk ook, dank daarvoor. En ik wou Sascha nog even bedanken namens de communicatie met plaatselijk belang vanuit de gemeente. Dat was natuurlijk een geweldig iets. Goede communicatie ertussenin. Dus bij deze, dankjewel allemaal. En dan geloof ik dat de provincie nog een woordje wil doen. Ik zal het kort houden. Maar ja, dat deed ik ook. Erwin heeft al veel gezegd. Nee, maar ik wil ook iedereen, en met name, dan kijk ik ook maar achterom, echte Hollandse Velders, maar voor mij staan er hier ook een aantal. Maar de mensen in Hollandse Veld met name, feliciteert, maar ook de gemeente Hogeveen feliciteert met deze weg. De geschiedenis, Erwin heeft er veel van gezegd, is al een hele tijd. Maar tegelijkertijd is het resultaat er ook niet minder om. Waar het om gaat, denk ik, en dit is vandaag ook bijzonder, maar wat toevallig is vandaag, de cijfers van de ongevallen van Nederland kwamen ook weer naar buiten toe. En dan zie je nog steeds dat er ook in Drenthe, het is ook weer gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor, een aantal slachtoffers meer zijn. Nou, en ieder slachtoffer is te veel. En ik hoop dat dit ook bijdraagt weer aan een veiliger, maar ook aan een leefbaarder Hollandse Veld. Want ik snap heel goed, als je ziet wat voor verkeerde door Hollandse Veld ging, dat er vanuit dorpsbelang jaren gevolging is om te kijken hoe kunnen wij het verkeer rond het dorp krijgen. En dit is een combinatie van bereikbaarheid, veiligheid en ik denk ook van een stukje leefbaarheid in dorpen als Hollandse Veld. Nou, dat zijn dingen die ook voor de provincie altijd gelden en blijven gelden. Hogeveen is een prachtig, er werd iets over gezegd ook door Erwin, maar ook een logistiek knooppunt. Ook voor de economie van belang, ook veel logistieke bedrijven. Veel bedrijven, of er is veel logistiek aan het bedrijf gekoppeld. Dat zien we ook, daar doen we ook ons best voor gezamenlijk met de gemeente. Om dat ook zo te houden. Denk even aan die A28 die eigenlijk richting het zuiden wat verbeterd moet worden. Nou, en deze weg helpt ook weer voor de ontsluiting. Want aan de ene kant is het goed dat de bedrijvigheid komt, maar het mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid en van de veiligheid in het dorp. Nou, die combinatie zit denk ik in deze weg. En dat is nou precies waar de provincie, dat noemen wij de BDU gelden. Dat is geld voor met name veiligheid en bereikbaarheid. Die komen in deze weg denk ik goed tot zijn recht. Dus de provincie is er best trots op dat wij ook hebben bij kunnen dragen. En ik denk alle eer toe aan de mensen die dit op de agenda gezet hebben. En de gemeente Hogeveen aan het eind van de rit die het besluit genomen heeft om dit toch aan te leggen. En nogmaals, iedereen gefeliciteerd. Aannemer heeft een mooi stukje werk hier neergelegd. Ik sprak net al even met u. Toen hadden we het over, als het dan over verkeersveiligheid gaat, dat noemden wij in termen vergevingsgezinde bermen. Nou, hier heeft dus ruimte. Een prachtig fietspad ernaast. Nou, deze weg heeft alles in zich. En nogmaals gefeliciteerd. En wat mij betreft kunnen we die kant op. Dank u wel. Dank je wel. De onthulling. Ja, precies. En
de periode dat we nog kolonie waren en bestuurd werden vanuit Leiden, dat door in 1638 al het Noord dacht is, hoe komen wij zo snel mogelijk van Togeveine naar het zuiden toe. En de hoofdweg die dan gepland wordt, al in 1638 in Leiden, dat is een prachtige dijk van 40 meter breed. Ik hoorde dat het land van jullie al die de west is. Ja, sinds 1930, toen heeft mijn opa die heeft de boerderij die door staan heeft, die afgebrand is een paar jaar geleden, die heeft door de boerderij gekocht. En wordt die mooie al oude auto's dit? Wordt die oude auto's dit, ja. Gooi die nog opknappen, maar valt die met op? Nee, maar die is niet van ons. Wij hebben, nee, in 2004 is mijn vader overleden. Ik denk, ja, je weet me nooit. Nee, die is niet van ons. Nee, maar mijn opa en oma, die hebben daar gewoond. En 59 is mijn vader moe, die ben daar gaan wonen. En ja, en dit land is altijd door ons in gebruik geweest. Dus ik zeg al, wij hebben als eerste waarschijnlijk motorisch, heb ik met de trekker, heb ik door over dit stuk land al in gereden. Ja, en dat is natuurlijk nou wel. Is dat veranderd? En zolang als ik weet, is natuurlijk alleen nog maar de sprake geweest van dat deze weg zou komen. En die kwam er nooit. Ja, en nou dus wel. Dus het is veranderd. Heb je nog een huisplekje verzekerd of niet? Nee, we hebben helaas alles verkocht. Maar ik denk dat door nou wel de lintbebouwing wel iets groter en meer mag worden. Volgens mij was dat altijd het plan. Als hier de weg kwam, dan mag door de lintbebouwing meer worden. Nou, dat zul ik ook niet erg vinden. Want er zit een mooie gaten, dus er kunnen nog mooie woningen staan. Er kunnen nog zeker mooie woningen kunnen staan. Dat zal ook wel gebeuren, daar ben ik niet bang voor. Hollands opgaande en de lange diek, dat gecombineerd was. Maar dat is dus niet zo. Nee, ze hebben hem ernaast gelegd, hè. Dus oorspronkelijk was de bedoeling dat de rondweg aan zou sluiten op de lange diek. Maar dat is niet gebeurd, ze hebben hem voorbij de lange diek gelegd. Weet je ook waarom als dat niet gebeurd is? Nou, de lange diek die zullen in zijn oorspronkelijke staat bewaard blijven. Dat is in al die plannen ook steeds op tafel blijven. Maar dat heb je zo gedaan? De lange diek is bewaard blijven. Oorspronkelijk was er zelfs een plan om deze weg verlaagd aan te lengen, zodat hij ook bij de lange diek niet het landschap zal ontzien. Oké. Okay. En vind je dat een beetje gelukt is? Dat is niet verlaagd aan de leg. Dat is nooit gebeurd. Want dat zat toen in de plan die we met een werkgroep die bezig was met buitenvaart en zo. Hebben we dat helemaal besproken. Maar dat is nooit wat er was. Maar ik heb er wel fotomateriaal van dat hij er als het ware onder deur loopt. Niet als viaduct, maar wel heel laag iets, door het gebied. Juist, iets liger. Ja, maar die is vanaf, kijk, als ze die fietsbruggen vanaf Hogeveen er nou ook nog eens maakt over het kanaal, dan kun je vanaf Hogeveen het centrum zo in één keer naar Schoonhoven toe, hè? Ze ziet dit allemaal weer terug, hè? Ja. Dat ziet ze allemaal weer terug, hè? Dus die zegt, denk dan het volgende project met de fietsbruggen van. Nou, ik denk dat een goed project zal wezen. Alleen dan zullen ze wel, de bewoners daarvoor warm krijgen aan de lange dijk. Want die waren er natuurlijk weer niet zo over te spreken. Nou ja, als er buiten jongvolk woont, dan giet het sneller dan dat er mensen woont die als al een beetje op leeftijd bent. Maar ook daar ligt, bent plan voor. Maar die ligt er al? Ja, er bent allemaal ideeën die allemaal op papier staan voor een fietsbrug over het kanaal. Die aansluit op de lange dijk. En die zelfs aan zal sluiten op dat fietspad wat op buitenvaart ligt door. Ja, ja. Dus alles, het, die bruggen erin. Het moet kunnen, Bertus. Het moet kunnen, Bertus. Ah, dat komt wel. Wij spreken nog een keer. Komt goed. Met de haan. Want die blijft verstaan, hè? De haan. De haan. Het familiewapen. Oh, de familie. Ja, ja. Nee, dat is oud, hè? Maar dat is niet officieel, hè? Dat is... kom op. Je kunt het. Fantasie, hè? Dankjewel.
periode dat we nog kolonie waren en bestuurd werden vanuit Leiden, dat door in 1638 al het Noord dacht is, hoe komen wij zo snel mogelijk van Togeveine naar het zuiden toe. En de hoofdweg die dan gepland wordt, al in 1638 in Leiden, dat is een prachtige diek van 40 meter breed met aan weerskanten boom. Als ik zie waar die boom bent, dan hebben wij nog wat op plan, maar dat geeft niet. In ieder geval, dat is de basis geworden van de grote weg rondom Holland. Toe, de rondweg, maar ook bedoeld als afscheidingsweg van het gebied van de Hollandse Compagnie. En die weg die we net is genoemd Hollandse Diek. En er ontstaat dan een drie-eenheid. Hollandse Veld, Hollandse Diek en Hollandse Veldse Opgaande. Dan is er rond 1890 iemand met een adresregister die wat naam aan het geven is op plekken die hij niet zo goed begrepen heeft. En dan wordt de Hollandse Diek wordt Lange Diek. Maar het plan en de snelste weg rondom het gebied toe is dus eigenlijk hetzelfde wat dan ook nog bestaat. De Lange Diek is niks anders dan de Hollandse Diek. En de voortzetting van het idee om een snelste weg te kringen naar het zuiden toe. We kennen allemaal het verhaal van de dempings in het Hogeveine. En door omsluitend de omlegging van de Hogeveense Voort. Dan wordt de Lange Diek wordt doorsneden. En de oude route om zo snel mogelijk naar zuiden toe te komen, ligt dan te vervallen. Nou, dan begint het verhaal wat we net gehoord hebben over Roelof Koekoek. Want daar gaat wat mis. Je kunt niet zomaar die ene diek doorsnijden en denken, de meeste Kramerweg die kan dat opvangen. Want de route er om toe is altijd nog de snelste route west. En de route die dan gekozen wordt, is gewoon een ongelukkige route worden. Nou, als ik dus nu terugkijk naar het hele gebeuren toe, leek het mij eigenlijk wel heel handig om cultuurhistorisch gewoon te zeggen, die nieuwe rondweg is ook nog gedeeltelijk het behold van de oude Hollandse Diek, die inmiddels Lange Diek heet. Dus waarom zullen wij die nieuwe Hollandse Diek niet gewoon Hollandse Diek noemen? Maar ik ben dus niet de bedenker. Dit is een kwestie van cultuurhistorisch onderzoek. En heren wetholders, daar zit iedere woensdagmorgen volk die de boel helemaal aan het uitspitten is. We bent jullie graag te diensten met informatie en daar valt dit dus ook onder. Dus kortom, ik kreeg geen rekening hiervan. En wij hebben hier met elkaar nou onze drie-eenheid hersteld. Hollandse Veld. Hollandse Vuils opgaande met de Hollandse Diek. Dank u wel. Dank je wel, Albert, voor deze uitleg.